Wat vindt u het leukste feest in Wageningen? Het leukste feest, bevrijdingsfeest. En waarom? Vele goede bands en fantastische sfeer altijd. En vele mensen uit de omstreken die hierin naartoe komen om de bevrijding te vieren. Bent u zelf ook altijd van de partij? Als ik er ben, dan ga ik altijd kijken naar de optocht, de oudstrijders en zo. En daarna ook naar één of twee podia om te kijken naar de muziek en te luisteren. Of een van de leukste feesten vind ik het Woodstock Festival. Woodstock Festival. En waarom is dat zo leuk? De muziek bevalt mij en ik heb er zelf ook opgetreden, dus vandaar. En wat was uw optreden? Met mijn band speelde ik een tribute van Eric Clapton. En was het publiek enthousiast? Dat publiek, ja, was enthousiast. Ja, zeker, ja. En welke andere band is uw favoriet? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Mijn smaak is heel breed, dus ik kan daar zo geen... Ja, mijn smaak gaat naar de blues, naar de jazz, heel breed. Niet zo dat hele populaire van tegenwoordig. Dat is zo'n beetje... Dat is het zo'n beetje, ja. Maar u gaat de volgende keer weer? Dat weet ik niet. Je moet worden geselecteerd uit een aantal bands. En als je geluk hebt, zit je erbij. Ja, ik denk 5 mei inderdaad. Dat lijkt me toch wel het mooiste feest dat hier in de buurt te doen is. En wat maakt het zo leuk? Ja, eigenlijk gewoon de ijdele feestelijkheden rond, zeg maar, rondom de bevrijdingsdag zelf, zou ik zeggen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet zo goed. Het is een beetje, zeg maar, een vraag uit de niks momenteel. Dus, En wat doe je zelf dan altijd? Zelf altijd, zeg maar, eerst defilé kijken en daarna eigenlijk gewoon de stad in en daar wat verschillende artiesten zien en een beetje rondstruinen zo. Dus dat is het eigenlijk. Ja, ook 5 mei. Ik vind 5 mei gewoon supergezellig. Heel mooi hoe dat hier in Wageningen gevierd wordt. En wat doe je zelf altijd? Ik kijk eerst altijd naar het defilé. De avond van tevoren op 4 mei ben ik ook altijd bij ontknoping van het vuur. Dat vind ik ook altijd leuk om te kijken. En overdag naar de artiesten. En doe je dat al lang? 8 jaar. Sinds ik hier woon. En je bent blijven hangen in Wageningen? Ja, zeker. Oeh, het leukste feest in Wageningen. Dat is toch wel 5 mei, vind ik. En waarom? Omdat dan gewoon de stad helemaal vol loopt met iedereen. En van alle kanten naar Wageningen komt. Wageningen is dan het middelpunt van Nederland, heb ik altijd een beetje in het gevoel. En je houdt van een hoop mensen? Ja, vind ik altijd wel prettig. Vind ik wel leuk. Ik ben ook student, dus ik kom er eigenlijk oorspronkelijk niet vandaan. Maar ik vind het wel leuk om dan te zien dat iedereen ook Wageningen weet te vinden. Terwijl het is niet het grootste plekje natuurlijk, maar wel leuk om te zien dat het dan gezellig is. En wat doe jij zelf op 5 mei? Eerst het defilé kijken, altijd. We kunnen bij het huis waar ik gewoond heb, kunnen we vanuit de ramen kunnen we van bovenaf naar beneden kijken. En daarna eigenlijk een beetje rondjes lopen in de stad en kom je aan een ander man tegen. Pasen. En waarom vind je Pasen zo leuk? Nou, dan kan je chocola eten en ik hou van chocola. En mag je die dan ook thuis zoeken? Ja. Nou, niet thuis, maar bij mijn opa en oma. Hebben die een grote tuin? Ja. En zijn er ook neefjes en nichtjes? Nee. Ben je de enige die alles mag opeten? Ja. Bevrijdingsdag. En waarom? Ja, het is die soldaat, die wandeltocht en die feestje daarna. En de hele stad komt in één. En buitenstaat komen ook mensen hier mee. En het is zo'n groot feest. En wat doet u zelf? Ik zelf? Ik ben een artiest. Ik ben een muzikant. Ik probeer volgende jaar met Tegendraad, zo heet onze groep, Theater Tegendraad, proberen we volgende jaar optreding te doen hier. Op 5 mei, op Bevrijdingsdag. Ja, dat is het. Oh, Wageningen heeft zoveel leuke feesten. Het eten op de dijk. Denk ik. Schiet me zomaar spontaan te binnen. Dat vind ik geweldig. En waarom is dat zo geweldig? Omdat gewoon iedereen in Wageningen daaraan mee kan doen. En voor iedereen leuk. En je ontmoet nog eens leuke mensen. Dus ik vind dat geweldig. En kunt u dan even een beetje uitleggen wat het inhoudt? Eet op de dijk. Dan zijn 500 mensen. Die worden uitgenodigd om met elkaar aan lange tafels op de dijk
te eten. Een beetje Oosterse gerechten. En dat wordt fantastisch georganiseerd met een drankje erbij. En als het goed is natuurlijk een zonnetje. Niet het weer van vandaag, maar gewoon lekker zonnig. Mooie zomeravond. Dat is het volgens mij helemaal. En een uitzicht over de Rijn en de uiterwaarden met vogeltjes. En mooier kan Wageningen niet wezen, toch? En de deelnemers, nemen die allemaal een gerecht mee of wordt dat georganiseerd? En op een geweldige manier. Dus dan denk je, dan moet je uren wachten op je eten. Maar dat wordt allemaal logistiek fantastisch aangepakt. Complimenten. Ik was laatst bij die Woodstock. Dat was heel leuk. En wat maakt Woodstock zo leuk? Het was gewoon een gezellige sfeer. Het was niet alleen studenten, niet alleen families, maar een beetje van iedereen vanuit Wageningen. Ja. En de muziek? En de muziek, ja, dat zeker. Dat was leuk. Ik denk toch wel de oogstfeesten rondom Wageningen. Niet echt in Wageningen zelf, maar dat vind ik wel het mooiste. En wat zijn de oogstfeesten? De oogstfeesten is streekwaren, ken je misschien wel. Dus de lokale voedselvereniging. En die hebben altijd rond deze tijd, iets later, over een maand meestal. Ja, dan vieren ze de oogst. Dat de oogst goed is gegaan, of niet. Ja, lekker eten, lekker genieten. Ja. En wat is jouw bijdrage bij die oogstfeesten? Al het eten opeten, meestal. Nee, ik werk in de landbouwsector. Dus ik ben daar ook wel kort bij betrokken. En dat vind ik gewoon heel mooi. Gewoon dat we samenkomen, dat we eten een beetje weer in die sfeer houden waar het eigenlijk normaal vandaan kwam. Dus dat het een beetje een ceremonie is qua eten. Dat vind ik wel mooi dat ze dat nog steeds doen. Ja. Het leukste feest in Wageningen is natuurlijk het 4 en 5 mei, het 5 mei feest. En waarom? Nou ja, Wageningen 5 mei, bevrijding is natuurlijk, dat weet iedereen in Nederland dat bestaat. Dus en de bevrijding is superbelangrijk om steeds maar weer te realiseren wat er gebeurd is. En wat doet u zelf op 5 mei? Ik woon tegenwoordig in Ede, dus 5 mei ben ik 40 keer naar de DVL geweest met mijn gezin. En heb ik hier ook biertjes gedronken op de vrolijkheid. En daarna gedacht op 4 mei wat er allemaal wel niet gebeurd is. En dat maar hoop ik in de toekomst niet allemaal weer gaat gebeuren. En dat is op het ogenblik natuurlijk wat er allemaal in de wereld gebeurt. Niet echt vrolijk van te worden, hè? Dus dat vind ik. En ik vind het knap dat u hier in die pokken weer dit soort Edenaren een beetje gaat interviewen. Ik ben meer Wageningen dan Edenaar, hoor. Maar.